Ik wilde heel graag mijn steentje bijdragen aan een project wat naar mijn mening het belangrijkste is. En dat is water. Eikelkamp was niet het eerste project wat op mijn pad kwam. Ik heb er heel lang over gedaan. Ik heb heel veel projecten voorbij zien komen. Ik heb heel veel mensen voorbij zien komen. En ik denk, nou, ik moet dit met mijn eigen ogen zien. En als het er echt staat en als het echt loopt, dit is gewoon prachtig. We hebben een rondreis gemaakt met de auto richting het noorden. We hebben daar ook de WAPS gezien die daar al staan. Maar mij ook laten zien de waterputten die daar zijn neergezet door andere mensen, andere projecten. En wat ik heel erg vond is dat de waterputten droog stonden. Als het niet de juiste waterput is en als er geen onderhoud aan wordt gegeven, dan komt die op enig moment droog te liggen. En dan heb je er niets meer aan. En niet alleen dat het dan zonde is voor het bedrag wat is uitbesteed daaraan, maar ook voor de mensen daar. En dat is een heel belangrijk punt aan dit project. Is dat het dus de bedoeling is dat het niet stil komt te liggen. Dus de gedachtegang van zo'n project, dat het echt op lange termijn wordt gedacht. Wauw, prachtig. Prachtig. Ik weet niet hoe het heet, maar ik noem het even gat maken in de grond. Om uiteindelijk aan dat water te komen. En hoe diep moet dat gat zijn? Dat was dus ook kennelijk een hele belangrijke. Niet één van 2-3 meter, nee, één van 25-30 meter. En dan denk ik, je kan dus wel met een schep staan te scheppen, maar daar kom je niet mee. Je hebt dus echt van die enorme machines nodig. Dat is dus, daar kom ik ook later achter, de core business van Eikelkamp. Dan denk ik, hey, dat is misschien wel de stap 1 van dit project. Hoe kom je aan water? Door een gat. En niet een klein gaatje met een schep. Nee, met een enorme machine. Op het moment dat er dus een gat werd gemaakt, dat het water eruit sprong, was een hele groep schoolkinderen. En ik weet nog zo goed dat één had een fles drinken in zijn handen. Ik dacht dat dat Fanta was. Ik denk, dat was gewoon hun water. Als je dit allemaal ziet, stap voor stap, dan vallen de puzzelstukjes op een plek. Ook voor dit soort prachtige projecten zijn er grenzen. Je kan dus niet op een plek waar het dan op enig moment 50, 55, 60 graden is. Dan is het ook inderdaad, daar ligt ook de grens. En het leek net alsof die mensen dat wisten of zo. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Ik zal de gezichtsuitdrukking van die mensen, hoe ze me aankeken, loop maar door, want we zijn verloren, of iets in die trant. Ze hadden geen hoop meer. Ik vond dat heel erg om te zien, want daar waar ik, voordat ik deze reis maakte in Nederland, dacht, simpel, je pak je schep, je maakt een gat in de grond, je zet daar een put neer en that's it. Hoe moeilijk kan het nou zijn? Ja, het is dus echt heel moeilijk. En wat ik dus prachtig vind aan dit project is dat ze wel de grenzen letterlijk ook opzoeken. Letterlijk de grenzen opzoeken. Daar waar het nog kan om dit project te laten slagen, dat doen ze ook. Want nog een paar kilometer daaronder stond er nog een WAP. Dus het is wel echt alle mogelijkheden benutten, alle grenzen benutten. En het was voor mij wel ook een eye-opener om dat te zien. Hun gezicht spreekt boekdelen. Als je de blijdschap op hun gezichten ziet, dit is gewoon prachtig.